kinderen. Dat hebben jullie geplant. Dit is een bloemkool. Even kijken hoor. Hebben hun dat allemaal geplant? Ja, kijk eens hoe groot die geworden is. Oh jongens, dit wordt een bloemkool. Ja, dit is een savooikool, groene kool. Ja. Zo, ziet er goed uit. En dit? Dit is boerenkool. En dit hebben de kinderen geplant. Hier is nog rode kool. Waar? Ja. Oh jongens, dit hebben jullie allemaal geplant. Weet jullie het nog? Oh, best lang. Oh ja, en dat bankje, daar gingen jullie toen op zitten. Goed. En dit is rode kool. Het groeit allemaal vanzelf. En Piet, wanneer is het klaar? Ja, dit is klaar. Laten we zeggen oktober. Oké, dus als de herfstvakantie is. Boerenkool kan al eerder, denk ik. Laten we zeggen begin oktober. Oké, wat staat hier eigenlijk? Hebben wij dat ook gedaan? Dit hebben jullie wel naar gekeken, met die sprei. Die stonden toen al. Ja. Prachtig. Ziet er goed uit. En deze kleine friemelplantjes. Dat zijn allemaal bloemkool. Oh, dat... dat zijn er een paar duizend. Oh, dus die staan er nog maar net. Ja, die staan eergisteren. Dat heb ik een regentje gehad. Ja. Ga je die allemaal opeten? Ja, nou niet allemaal. Eentje. De rest is voor een klant. Oh. Of voor de mensen die geen geld hebben. Voor de voedselbank? Bijvoorbeeld. Dat is heel fijn. Ja. Nou, mooi Piet. Kijk, en daar heb ik nog wat chrysanten. Oh, bloemen nog. Nou, we gaan nog even naar de bloemen kijken. Beetje langzaam draaien. Dan loop ik achter Piet aan. Dit zijn de chrysanten. Kan je dat ook eten? Dat zijn bloemen. Oh, dat zijn bloemen. Ja, dat zei je al. Ja. Hele mooie herfstbloemen. Oh, ik heb nu al zin om ze uit te telen. Leuk. Nou, lange reis kleuters. Zo, kijk, zo kunnen jullie het goed zien. Dit hebben jullie allemaal geplant. Met meneer Piet. Weet je het nog? Wat ziet het er prachtig uit, hè? Nou, bedankt Piet. Ja, graag gedaan. Voor de rondleiding. In de natuur.